Dames en heren, je hebt thuis een oude kast staan. En die staat best leuk tegen de muur waar die staat, maar je doet hem weg. En je wil wat nieuws. En dan kun je een kant-en-klare kast kopen. En je kunt naar HG Woonidee gaan om een kast op maat te laten maken. En vandaag ga ik praten met Henny van Elk van HG Woonidee. Welkom, Henny. Dank je. Henny, zou jij eerst jouzelf en de familie, want het is een familiebedrijf, willen introduceren bij de kijkers, zodat ze weten waar we over gaan praten en hoe de familie van Elk in Wijchen terecht is gekomen? Nou, ik ben Henny van Elk van HG Woonidee. Een bedrijf in totale woninginrichting. We zijn volgend jaar 2013 zijn we 60 jaar bestaan eigenlijk. Mijn schoonvader is in Megen begonnen, is in 60 naar Wijchen gekomen. In 80 is de fabriek in vlammen opgegaan. Toen heeft mijn man en ik het overgenomen en 8 jaar daarna zijn we naar de Nieuweweg gegaan. 22 jaar daarna zijn we naar de Edisonstraat gegaan waar we nu zitten. En het is echt een familiebedrijf. Vader, echtgenoot zeg maar, en de zoon. Ja. De zoon gaat er, als het goed is, over een jaar of 3, 4 de boel overnemen. Erg enthousiast. En dan gaan we weer verder. Ja, en dus HG naar de staat jaar. Voor Henny en Gerard. HG staat voor Henny en Gerard, ja. Ja, dat is dus, dat weet niemand, maar dat weet ik nu omdat ik jullie voornaam heb. Ja. Ja, dat klopt, hè? Of het gehele, of het goede, of het... Jullie hebben nu productie en showroom op één locatie. Op de Nieuwe Weg hadden jullie geen productie. Of misschien eerst wel, eerst en dat is wel, later ja. Naar Bijsterhuizen gegaan. En hoe het daarvoor was, dat weet ik niet precies, maar... De keuze om productie en showroom op één stek te doen, waarom heb je dat gedaan? De keuze om het feit dat dus onze zoon het over wil gaan nemen en het bedrijf op één plek is gewoon economischer en ja, beter te overzien. Daarbij is het eigenlijk een hele oude constructie. Vroeger was het allemaal beginnen met een woninginrichting of, of uiteindelijk met een fabriek beginnen. En dan kreeg je de woninginrichting, de handel. Nou, de handel was toch leuker, lucratiever als het maken. Maar wij hebben ons eigenlijk al vanaf 1953 van mijn schoonvader uit al bij het oude concept gehouden. Ook omdat wij niet heel groot willen groeien. We willen dus echt bij de klanten blijven en een familiebedrijf blijven. Mm-hmm. En dat lukt, want de volgende generatie staat klaar. En daarom is het in één pand gekomen. Ja, ja. En heb je daar geen last van stof, van de productie en dergelijke? Nee, ja, het is een heel nieuw pand, dus helemaal ja, ingericht op. Dus daar heb je echt totaal geen last van. Ook je hoort de machines niet draaien als je in de winkel bent. Nee, want dat zou storend zijn. Ja, het ziet er gelikt uit, de showroom. Ja. Als jij de winkel noemt, de winkel. Ja, de winkel, showroom. Ja. De speerpunten van HG Woonidee, jullie hebben daar een hele eigen visie op. 2 dingen. Ja, we hebben het eerste speerpunt, is kast op maat. En dat is het Gero-verhaal. Dus de kasten is het merk Gero. Dat is een merk van jullie? Dat is ons eigen merk. Ja. En dat is eigenlijk Gerard en Roel. We houden dus van afkortingen. Ja. En de winkel, of de showroom, is... niet alleen de kasten, maar dat is ook het totaaladvies van A tot Z. Dus echt vloeren, wandenadvies, verlichtingsadvies. Eigenlijk alles wat met wonen te maken heeft. Als je bij ons ook een advies vraagt, en dan is het ook zo van dat je echt alles krijgt. Dus we hebben geen stappenplan zoals heel veel mensen hebben van eerst dit en dan dat. Nee, het is een heel plaatje, want het hangt allemaal aan elkaar. Als je de ene schakel ertussen uithaalt, dan moet je toch weer opnieuw beginnen om... Ja. Dus de ketting rond te krijgen. Ja. Dus je hebt ook meubilair en dergelijke van andere fabrikanten. Ja. Die je in een totaalplaatje kunt leveren bij de kast die bij jullie geproduceerd is. Ja. Dat zijn de 2 speerpunten. Dat enerzijds de productie en anderzijds de verkoop daarvan. Ja. Nu kom ik binnen wandelen en ik zeg mevrouw van Elk, ik wil graag een kast op maat. En dan gebeurt er van alles. Tot de kast bij mij thuis geïnstalleerd is en helemaal goed is. Wat gebeurt er in die tussentijd? Nou, eerst gaan we natuurlijk wat voor soort kasten zoeken. Dan gaan we eerst de toonkamer rond van wat zoek je ongeveer, wat moet erin, hoe groot is de muur, welke functies, noem maar op. Dan
is het een, dan heb je, heeft de klant een keus. Dus ze zeggen van, goh, we gaan gelijk aan tafel zitten en we gaan een kast tekenen. Dus al pratende komt die kast, hoe die gebruikt moet worden, de maten, al pratende komt dat. Als we die weg ingaan, dan kunnen we ook gelijk een prijs opgeven. Dat vinden mensen ook heel prettig. Niet dat ze 3 weken moeten wachten op een offerte. Dus ze krijgen gelijk de prijs. Mm-hmm. Je kunt ook kiezen voor een huisadvies. En dan gaan we dus thuis tekenen. En dan gaan we thuis die prijs bepalen. En dan gaan we thuis. En dan zeggen de mensen, nou prima, valt allemaal mee, doe maar. Dan gaat het, wordt het ingemeten door Gerard van Elk, mijn man. Dan wordt de officiële tekening gemaakt. Die gaat nog een keer ter controle naar de klant. Die zuivere tekening gaat naar de fabriek. In de fabriek wordt het gemaakt. En het bijzondere eigenlijk is ook wel dat de mensen die hem maken, die hem ook komen zetten bij de klant. Ja, dus dat vond ik heel bijzonder. Dat jullie de verantwoordelijkheid voor zo'n kast van het maken tot en met het installeren bij één persoon neerleggen binnen het bedrijf. Ja. Ja. En dat werkt heel goed, want ze zijn er zo bij betrokken. Dat heb je natuurlijk al met een kleiner bedrijf, maar als ze ook nog het product gemaakt hebben, ja, dat moet goed zijn, dat moet perfect zijn. Dus wat dat betreft werkt dat heel, heel goed. Voor de mensen, voor de klant en voor de jongens zelf ook. Ja, ja. Ja. En daar zijn de jongens zelf ook tevreden mee met dit concept. Ja. Die vinden dat, het is ook afwisseling hè. Ja. Dan sta je alleen maar kasten te maken, maar nu ga je ze ook installeren enzovoort. Ja. Elektra, alles gebeurt daarbij? Elektra van, betreft wat we in de kast leveren, dus lampjes, liften die erin kunnen. Dat doen we allemaal aansluiten. De snoeren van stereo's, tv's, noem maar op. Die leggen wij er wel in, maar de apparaten sluiten we niet aan. Nee. Om het feit, ja, dat zijn apparaten van derden en dat is gevaarlijk. Mag wettelijk ook niet, maar, dat is, maar we werken ook vaak bij met of de expert hier in Wijchen. Werken we heel vaak samen met van welke apparaat hebben ze gekocht. En dat werkt samen en ja, dat werkt prima. Ja. Wij zijn anti, we willen geen draden zien, zelf niet. Dus daar heeft de klant ook voordeel bij, want dat willen we bij de klant eigenlijk ook niet. Nee. We moeten natuurlijk wel aan de stroom af kunnen halen en de zender van de tv, dat is logisch. Ja, ja. Maar dat installeer je wel, maar je sluit niks aan. Nee. En dat is, moet de klant zelf maar doen. Ja. Jij en Gerard beginnen langzaam een leeftijd te krijgen dat je gaat nadenken over stoppen. Mm-hmm. En dat betekent overdragen. En jullie gaan het bedrijf overdragen aan Roel, jullie zoon. Ja. Daar zijn jullie, neem ik aan, al enige tijd geleden mee gestart. Want daarom heb je de fabriek en de winkel op één locatie gezet. Ja. Bij Gero, Gerard en Roel voor de kasten, daar zit zijn naam al in. En langzaam gaat hij dat overnemen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat gaat inderdaad langzaam. Je begint er een jaar of 6, 7 van tevoren mee om te kijken van hoe moeten we het doen. En ook met hem praten van wil je het? En hij wil het dus echt heel graag. Hij heeft ook zijn gouden handjes van zijn vader. En hij is heel vlot met mensen omgaan, is heel sociaal, dus dat is allemaal een voordeel. En dan ga je dus kijken van hoe het financieel allemaal kan en hoe het in zijn werk gaat. Dus we zijn hem nu eigenlijk ook al een beetje van, ga bij zo'n vereniging van overname van bedrijven door eigen kinderen. Want hij zegt natuurlijk, we krijgen nou geen ruzie. Maar ja, goed, we zitten toch met een generatiekloof. Dus ja, dat kan gebeuren. En als je van anderen hoort dat er altijd wel eens iets kan zijn en dat je erover kunt praten, daar hebben wij voordeel bij en Roel voordeel bij. Ja. En daar heeft hij een hele hoop geleerd. Ja. En een paar managementopleidingen heeft hij gedaan, avonturen. Ja. En... Maar hij was helemaal geen meubelmaker toen het besluit kwam om in de zaak te werken. Hoe heeft hij dat in het bedrijf geleerd? Dat heeft hij in het bedrijf, het meubelvak heeft hij in het bedrijf geleerd. Ja. Ja, hij wilde een heel ander vak. Hij wilde bij de politie. En doordat hij moest wachten op een oproep, ging hij bij ons werken zo lang. En daar is hij nooit meer weggegaan. Toen kreeg je daar echt zin in. Ja. Dus ik zeg nu nog wel eens van, moet je niet bij de politie, want dat is toch wel een vaste baan. En als ondernemer is het toch een risico. Ja, ja, en jullie trekken dus een hele periode uit voor de overgang van de onderneming. Want soms maak je mee dat ondernemers zeggen van, op 1 november, op 1 januari wil ik het bedrijf overdragen aan mijn zoon. Nou, dat is wat kort door de bocht, hè? Ben je het er maar mee eens? Ja. Ja, nee, je moet voor allebei de partijen,
moet je dat langzaam doen. Ja. En, maar op een gegeven moment moet je de verantwoording, vinden wij dan, overgeven aan hem. En dat wij dan bijspringen. Ik waarschijnlijk in de verkoop en administratie en Gerard in de productie. Dat moet dan lopen. Maar wel op een gegeven moment zeggen van, nou, de verantwoording ligt bij jou en ja, het is jouw bedrijf. Ja. Ja. En dat, ja, dat gaat over een jaar of 3-4 gebeuren. En wat gaan jullie doen? Heb je plannen? Nee, niet echt. Niet echt. Het is nog echt even zoeken. Het is allemaal HG-woon-idee. Het is alles wat allemaal HG-woon-idee. Ja. Ja. Moet ik een afspraak maken bij jullie of kan ik gewoon binnenwandelen? Nee, je kunt gewoon binnenwandelen. Je mag ook een afspraak maken. En ook als je in de avonturen wil, zeg maar, als je zegt van, nou, ik heb de hele week geen tijd of ik heb heel moeilijk. Het kan echt dinsdag, woensdag, donderdagavond, vrijdagavond automatisch, want het is koopavond. Maar daar moet natuurlijk wel op afspraak. Dus, maar verder overdag kun je gewoon binnenlopen. Kun je binnenlopen. Heb je natuurlijk wel de kans dat er... Dat jullie bezig zijn met andere klanten, dan moet je even wachten, maar ja, dat is geen probleem. Nee, dan proberen we eventjes een kop koffie tussendoor te geven. En wij hebben altijd heel veel aandacht voor de klant. We gaan nooit geen twee klanten tegelijk helpen. Nee. De klant die je op dat moment bezig bent, is ja, dan mee verder en dan de volgende klant. Ja. En dat is ook weer voor allebei de partijen het prettigste, ja, in ons visie. Ja. En is de verhuizing van de nieuwe weg naar de Buis-Balotstraat een goede set geweest? Ja. Wij hebben op de nieuwe weg heel goed gezeten. We hebben ook gedacht dat we daar heel goed zaten. Zaten we ook goed. We hebben een hele goede jaar gehad. Alleen, nu achteraf zien we toch wel dat we toch ver terug hebben gezeten. En nu zitten we dus op een kruising. Dus ja, van twee kanten zien, spoor. Ze kunnen, ja, op spoor moeten ze wachten. Dus kunnen ze nog even kijken van, hey, waar zit ik? En dan blijf je toch wel hangen. Ja. Dus het is een hele goeie. Ja, ondanks dat het net in de crisistijd gebeurd is. Ja, ja, goed. Jullie hebben daar wel of geen last van? Natuurlijk hebben we er wel iets last van. Maar na vanaf de tijd zijn we dik tevreden in het nieuwe pand. Ja, dus, nou, dat is geweldig. Ja, vinden wij ook, ja. Op naar de vierde generatie? Nee, derde generatie wordt het. Wordt derde generatie. De derde generatie, ja. Ja. Nou, we wensen Google heel veel succes van ons. En misschien dat we over een paar jaar, als die helemaal gesetteld is, met hem gaan praten over hoe het nu verder gaat. Ja. Dankjewel voor je komst naar Café Anneke en veel succes. Ja, dankjewel.